Ik ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe Juffenweek vlog. Het is vandaag maandag 20 februari. Het is nog best wel vroeg. Ik had me dus vanochtend, was mijn wekker niet gegaan, maar ik was wel wakker geworden. Dus dat is echt top, want anders had ik me dus verslapen. En vandaag komt er dus een nieuwe jongen in de klas. Dus ik ben echt super benieuwd, echt heel veel zin in. En ik ga nu nog even het bord in orde maken en alles eventjes klaarzetten. En even inloggen op de computer. Die is niet goed. Zo. En ja, dan ben ik heel benieuwd naar vandaag. Ik heb er echt heel veel zin in. Sommige kinderen die waren wel vergeten hun woordje te verbeteren. Je moet natuurlijk wel het woordje verbeteren zelf. Oké, achter nummer 1. Welk woordje hadden we daar? Bedrijven. En met welke ei? De lange ei. Heel goed. Bedrijven met een lange ei. Dus als je hem niet goed hebt, ga je hem even gummen en dan schrijf je hem goed op. Of daarnaast, als dat nog past. Dus bedrijven met een lange ei. Schrijf ook gelijk even je naam op het blaadje. Achter nummer 2. Welk woordje hadden we? Marsepein. En met welke ei was dat? Ja, de korte ei, marsepein. En wat is dat, marsepein? Achter nummer 3, welk woordje hadden we daar? Reiger. En met welke ei? De korte ei, heel goed. Reiger met de korte ei. Good morning, het is vandaag dinsdag. En wij hebben vandaag carnaval op school. Gisteren had ik niet zoveel gefilmd. We hadden natuurlijk een nieuw iemand in de klas. En ik wilde me gewoon even helemaal daarop focussen. En vanmiddag hebben we dus carnaval. En dan kleed je dus even in de pauze. En dan ga ik nu even... Nu heb ik gewoon normale kleding aan. Nou, het lijkt ook op een carnavalsoutfit. Maar in ieder geval, ik moet het bord nog in orde maken. En ik moet eventjes bepalen wat we allemaal gaan doen. Dus, dat ga ik even klaarzetten. Zoek de woorden. Schrijf ze op je blad. Ja, aan elke kant 10 woorden. Er zijn 20 woorden verspreid door de klas. Schrijf je op. En daarna in de woordzoeker. Hoe lang duurt de vaste periode na carnaval? 40 dagen was het. Wat is het Limburgse woord voor carnaval? Ik ga nu ook mijn outfit aandoen. Ja, we dachten gewoon voor de grap doen we dit. Nou, ik heb mijn pak aan. Jullie niet filmen hoe het eruit ziet? Wacht. Alleen die panty. Nou ja. Good morning, het is vandaag woensdag. En gisteren hadden we dus carnaval, dat was echt super leuk. Ze hadden in elk lokaal hadden we een groepsdoorbroken activiteit met de andere groepen. En bij mij gingen we dan drama in het lokaal doen. Was echt heel erg leuk en iedereen was heel erg leuk verkleed. Volgens mij heb ik daarna niks meer gefilmd. Het is nu nog best wel vroeg. En ik ga even alles klaar doen, maken voor vandaag. Vandaag de laatste dag voor de rapporten, maar morgen moeten de rapporten mee. Dus daar ben ik nu mee bezig. Nee, die heb ik eigenlijk al af, maar ik bedoel, ik ben nu bezig met nog even de lessen voorbereiden voor vandaag. En dan moet ik een klein beetje opruimen, want er komt straks iemand in het lokaal kijken. En er liggen daar nog de chipjes van gisteren, dus die moet ik even opruimen. Dus ik ga heel even dit klaarzetten en dan ga ik dat op. En daarna gaan we kijken of we die andere nog weten, maar eerst even gaan we een nieuwe leren. Dus goed, luister eerst. Oké, eerst kijken. Zing maar mee. Ketchup met een blaadje sla. Kijk of we die vorige nog weten. Brood met pindakaas. Brood met pasta. Brood met pindakaas. Brood
met pasta. Denken jullie dat jullie hem ook kunnen mixen? Ja. Deze rij is geel. Deze rij is geel. De middelste rij is blauw. En de rij daarachter is roze. Oké. Dus kijk naar je eigen plaatje. Ik smeer. En zeg het zit in je hoofd. Gaan maken is dit. En hoe we dat gaan doen, we gaan gebouwen maken, maar die gebouwen die gaan elkaar overlappen. En dan lijkt het een beetje alsof het ene gebouw achter het andere gebouw staat. Hoe je dat moet doen is door een stappenplan te volgen. Dat stappenplan staat hier. Maar jullie krijgen van mij ook een stappenplan zelf. En dat stappenplan moet je heel goed volgen. Want als je hem niet volgt, dan kom je op een gegeven moment in de knoop. En dan klopt die niet meer. En het is belangrijk om met een liniaal te werken. Wat je... Nee, dat gaan we niet nu pakken. Je wacht gewoon eventjes. Hoef je niet nu te pakken. Hoe we dat gaan doen? Je begint met een grijs potlood en een liniaal. Nou, je gaat die drie vakken maken hier zo. Zoals je ze hier ook ziet. Het is woensdagmiddag, al een tijdje. De kinderen zijn naar huis. En ik heb dus de plekjes in de klas veranderd. Dus ik heb nu vier rijen in het midden en drie hier. Dus ik heb hier nu ruimte over. Dus ik ga nog even kijken wat ik daarmee kan doen. Alleen nu zien ze het bord gewoon beter. Dus dat vind ik gewoon veel belangrijker. En ze zijn dus begonnen aan die tekeningen. Want ik ga dus dit maken. En ze zijn er al aan begonnen. Dus dat is heel erg leuk. En verder ga ik even opruimen. Even mijn vlog nu online zetten. Nou, die heb ik eigenlijk al klaar. Maar eventjes even kijken of die helemaal goed is. Morning, het is vandaag donderdag. Nog één dag en dan hebben we vakantie alweer. Het gaat echt mega snel. Ik heb gisteren dus de plekjes in de klas veranderd. Volgens mij waren ze er best wel blij mee. Dus dat is top. En dan kunnen ze gewoon alvast even wennen aan het idee. Want anders moeten ze de hele vakantie wachten. En ik wil niet dat ze zich een soort van... Dat ze de hele vakantie gaan. Dan denk ik, oh, waar ga ik eigenlijk zitten? Daarom heb ik het nu al verteld. Want dan kunnen ze er ook gewoon heel eventjes aan wennen. En dan is het ook niet meer spannend. Doordat ik de plekjes heb veranderd, heb ik dus echt twee hele grote stukken erbij in de klas. Het ziet er een beetje gek uit. Maar ja, beter dit. En vandaag gaan dus de rapporten mee. Dus ik ga zo met de kinderen de rapporten bespreken. Gewoon één op één. Dit kan weg. En ik moet ook echt de tekeningen en zo eraf gaan halen. Want ze gaan dus alles schoonmaken. Ook de ramen. Dus dat is top. En ik ga nu heel eventjes nog wat dingen klaarzetten. En heel eventjes die en die. Ik heb gisteren weer gesport. Dus ik ben echt trots op mezelf. Ik probeer nu bijna elke dag te sporten. En ik ga nu even dit gembershotje nemen. Hier schrijf ik altijd het rooster op voor de kinderen. Dus dat ga ik alvast even doen. Dus wel alvast voor na de vakantie. Maar dan staat het er maar alvast. Dus dat schrijf ik gewoon hier op met stift. Dus gewoon gelamineerd. Good morning, het is vandaag vrijdag. Ik heb echt deze week zo slecht gefilmd, volgens mij. Dus ik dacht, ik doe vandaag gewoon echt een soort dagvlog. Buiten adem van de trap lopen. Ik kom echt net binnen. En wat ik dan altijd als eerste doe, is mijn jas ophangen en de kast openmaken. En dan heb ik hier gewoon een soort eigen opbergkast met allemaal materiaal. En dan hang ik altijd even mijn jas op. Mijn telefoon eruit.
zo. En ik heb mijn make-up dus nog niet gedaan. Want ik ga dus een nachtje weg. En ik wilde eigenlijk gewoon mijn make-up dan na werk doen. Dan zet ik altijd de computer even aan. Zo. En dan kijk ik altijd gelijk even of ik het bord in orde heb gemaakt. Ik heb wel de kaartjes opgehangen, maar ik heb nog niet opgegeven wat we gaan doen. Nu is het vandaag wel een beetje anders, want het is de dag voor de vakantie. En dan krijg je er gewoon echt niet meer zo uit. Maar ik wil nog wel een begrijpend lezenles doen. Daar gaan ze heel blij mee zijn. En ja. Dus dat wil ik eigenlijk wel gaan doen. Ik zie ook taal staan, maar ik denk niet dat ik taal ga doen. Maar in de middag gaan we in ieder geval spelletjes doen. En mogen ze van mij ook tekenen of iets anders doen. Oké, ik ga daar heel even nog naar kijken. Maar ik dacht, ik film vandaag gewoon eventjes alles wat ik ook tussendoor doe. En ik heb mijn make-up dus nog niet gedaan. Maar op zich, mijn huid is wel echt heel goed. Dus je ziet bijna geen verschil door die wimpers natuurlijk ook. En ik had even de carnavalsfoto geprint. En ik heb dus een mooie momentenmuur met alle mooie momenten van dit jaar. En daar ga ik deze foto even erbij doen. Dat ga ik nu gelijk doen. Even een magneetje pakken. Zo. Ik moest voorspelling nog herhalen doen. En voorspelling doe ik echt heel vaak bewegend leren. Omdat ik dan gewoon merk dat ze de woorden beter onthouden en het leuker vinden. Dus ik heb er iets nieuws bedacht. Ik doe echt mijn bewegend leren. Ik bedenk maar wat. Soms woordzoekers, woorden door de klas hangen. En nu heb ik 30 woorden. Heb ik hier opgeschreven. Op deze briefjes. Iedereen krijgt een briefje. En ze moeten een soort mix en rel doen. En dan het woord in de juiste categorie schrijven. Dus bijvoorbeeld een S. Een C die klinkt als een S. Of een C die klinkt als een K. En dan moeten ze kijken waar hoort dat woordje bij. Dus dat gaan we dan straks doen. En ik ga nu eventjes die bladen daarvoor pakken. Die liggen beneden bij de printer. Oké, om 9:10 komen de kinderen binnen. En om 8:30 gaan we beginnen. Dus dat zeg ik dan even. Jongens, het is 8:30. Kijk even op het bord of je alles hebt gelezen. En dan ga je stil lezen in je boek. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Dankjewel. Oké, het is vandaag vrijdag 24 februari. Gisteren hebben jullie natuurlijk je rapport mee naar huis gekregen. Iedereen hem laten zien thuis? Ja. En wij gaan zo beginnen met begrijpend lezen, les 3. Dan gaan we even werken aan ons werkstuk. Eten en drinken, buiten spelen. En daarna gaan we bij spelling gaan we weer bewegend leren doen. Dan hebben we Engels les 5 en 6. Dan kijken we even hoeveel tijd we over hebben voor taal. Want ik heb een nieuwe website waar we mee kunnen oefenen. En dan gaan we lunchen. En dan hebben we vanmiddag spelletjesmiddag. En je mag of je lekker je tekening afmaken als je dat wil. Je mag ook vrij kleuren, je mag een spelletje gaan doen. Misschien heb je een spelletje meegenomen. Dus dat. En dan gaan we daarna nog eventjes film kijken. En dan hebben jullie lekker vakantie voor een weekje. Dus ik hoop dat jullie wat leuks gaan doen of lekker gaan uitrusten. Maar dat horen we dan na de vakantie. We gaan nu les 3 doen. Dus sla hem eventjes open. Mensen maken oorlog. Oké. Hoeveel alinea's zien we? Gaan we even tellen. Jullie hebben nu begrijpend lezen gemaakt. We gaan hem even nakijken met z'n allen. Ik wacht tot het helemaal stil is. En als je een antwoord geeft, vind ik het ook belangrijk dat je vertelt waar in de tekst je het hebt gevonden. Maar eerst gaan we kijken naar opdracht 1. Als het ergens oorlog is, gebeuren er allemaal vreselijke dingen. Mensen moeten vluchten. Huizen worden kapotgeschoten. Wat gebeurt er nog meer in oorlogen? Kan je dit antwoord uit de tekst halen? Dus je mag gewoon zelf 2 dingen opschrijven.
Is er dan maar één antwoord goed? Nee. Wat heb jij opgeschreven? In elke tekst staan signaalwoorden. Wie kan een signaalwoord opnoemen? Wie weet er eentje? Want is er één. Waarom? Daarom? Omdat? Heel goed, dat zijn allemaal signaalwoorden. En ze helpen je bij het lezen. Het woord want geeft aan waarom iets gebeurt. In regel 15 op bladzijde 44 staat, we konden niet weg. Waarom konden ze niet weg? Nou, dan ga je dus naar regel 15. En daar staat dus precies in de tekst waarom ze daar niet weg konden. Heel goed. We konden niet weg, want overal rond het dorp lagen landmijnen. Dat is het antwoord, heel goed. Het regende buiten, dus we gaan nu eventjes kijken. Shrek. En ik ga even wat boeien. Ik doe een dagelijkse vlog. Dus iedereen heeft een geel kaartje. Je gaat het gele kaartje ruilen en je schrijft het woord in de juiste categorie. Je kan nu je kaartje alvast omdraaien. En die kan je alvast erin zetten. En dan, als je dat hebt opgeschreven, dan kan je gaan ruilen. Dus dan mag je in je groepje maar ook ergens anders gaan ruilen. En je hebt 12 minuten de tijd. Dus nu hebben we dit woordje en die hoort dan hier. Ja, wissel maar hoor. Ja? Wat je dus nu hebt, die ga jij zo ook in de juiste categorie schrijven. Dus het toetsenbord begint. We gaan zo spelletjesmiddag doen. Op de gang heb ik schaakborden. De kinderen die gaan schaken, die kunnen op de gang. Want daar is het lekker rustig. Even kijken, wie heeft er een spelletje meegenomen? Even kijken. Wat heb jij meegenomen? Kan je even kort vertellen wat je hebt? Want dan weten we een beetje waar we uit kunnen kiezen. Oké, dit zijn de spelletjes die we hebben. De wc. Oké, het is al wat dagen later en ik heb dus nu vakantie. Ik ga vandaag ook de vlog editen en ik weet dat de vlog niet zo heel leuk is, gewoon ik niet heel veel heb gefilmd. Maar ik weet gewoon, het carnaval en zo vind ik dan echt zonde om dat niet online te zetten. Dus de volgende weekvlog is een vakantievlog, want ik heb dan vakantie. Dus dan zien jullie gewoon weer een keer even een normale vlog. En ja, ik hoop dat jullie het alsnog heel erg leuk vonden. Doe dan zeker een duimpje omhoog. En dan abonneer op mijn kanaal. En dan zie ik jullie heel snel bij de nieuwe Juffenweekvlog. Doei doeg!